Dames en heren, goedemorgen. Welkom bij Libertas Advocaten in Rotterdam. Mijn naam is Paul Verloop en ik wil vandaag met u gaan bespreken het arrest van de Hoge Raad van 1 juni 2004, ECLI 2004 AO5822. Dat ga ik doen door eerst de casus met u te bespreken en daarna door te gaan naar de rechtsvraag. De rechtsvraag waar we het over moeten gaan hebben is het bewijs van schuld in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet 1994. Eerst even de casus. Aan de verdachte wordt verweten dat zij, het ging om een mevrouw deze keer, op 12 juni 2001 in Beuningen, ik denk op een N-weg, als bestuurder van een personenauto over die weg reed en daarbij op enig moment in een bocht, in een naar links verlopend bocht, naar links heeft gestuurd en daarbij geheel of gedeeltelijk op de voor het tegemoetkomend verkeer bestemde weggedeelte van die weg terecht is gekomen en gebotst. En daardoor heeft een ander, de tegenligger, een zwaar lichamelijk letsel bekomen. En dus wordt deze mevrouw vervolgd voor overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Zij is op de verkeerde weghelft terechtgekomen en is daarbij in aanrijding gekomen met een tegenligger. Nou zegt de verdachte daar zelf het volgende over. Die zegt, ik reed daar als bestuurder van mijn Ford Mondeo. Ze hield zich aan de geldende maximum snelheid. 75 tot 80 km per uur zou ze hebben gereden. Dan zit er een bocht in de weg die naar links gaat. Zij zegt, ik stuurde mee naar links de bocht in. En zij zegt dan, op dat moment heb ik kennelijk een soort blackout gehad. En heb ik kennelijk niet meer naar rechts gestuurd en ben derhalve op het weggedeelte voor het tegemoetkomende verkeer terechtgekomen. En toen zag ik opeens een andere auto aankomen en toen was de klap. En ter zitting zegt ze dat ook. Ze zegt, nou, ik heb een blackout gehad van een seconde of drie, denk ik. En dat heb ik nooit eerder gehad. Dus ik weet ook niet waar het vandaan komt. Het is een onbekend fenomeen. En ik weet niet hoe het gekomen is dat ik op die andere weghelft terechtgekomen ben. Nou weet u uit de jurisprudentie omtrent overtreding van artikel 6 Wegenverkeerswet dat het een bepaling is, dat weet u misschien uit uw eigen praktijk ook, die vaak veel emoties met zich meebrengt. Het gaat altijd om ernstige verkeersongevallen, het gaat natuurlijk altijd om slachtoffers, of met ernstig letsel of met dodelijke afloop, nabestaanden en de neiging bestaat nog wel eens om aan de gevolgen van het verkeersgedrag om daarbij vanuit te gaan, om daarvan uit te gaan op het moment dat moet worden vastgesteld of er sprake is geweest van overtreding van artikel 6 Wegenverkeerswet. Maar u weet ook dat dat een verkeerde volgorde van redeneren is. Want, zo zegt de Hoge Raad in dit arrest, het gaat niet om de ernst van de gevolgen van het verkeersgedrag, het gaat om de vraag of de bewezen verklaarde handelingen ook kunnen leiden tot de conclusie dat sprake is van schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. En de Hoge Raad zegt daarvan, het komt daarbij aan op het geheel van gedragingen van de verdachte, de aard en ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. En zo zegt de Hoge Raad, dat brengt mee dat niet in zijn algemeenheid valt aan te geven of één verkeersovertreding voldoende kan zijn voor de bewezen verklaring van schuld in de zin van even bedoelde bepaling artikel 6. Daarvoor zijn immers verschillende factoren van belang, zoals de aard en de concrete ernst van een verkeersovertreding en de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan. Voorts, zo zegt de Hoge Raad, verdient opmerking dat niet reeds uit de ernst van de gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is met één of meer wettelijke gedragsregels in het verkeer kan worden afgeleid dat sprake is van schuld in voor een bedoelde zin. En de Hoge Raad zegt dan, nou, wat het Hof vaststelt is dat zij rijdend met een snelheid van ongeveer 80 km per uur, niet harder dan toegestaan, na een flauwe bocht naar links niet zoveel mogelijk rechts heeft gehouden, maar plotseling zonder enige aanleiding zo ver naar links is gekomen dat ze daardoor op de verkeerde weghelft terecht kwam en daardoor frontaal in botsing is gekomen met een op die andere weghelft rijdende tegenligger. Zodanig verkeersgedrag, zegt de Hoge Raad, kan in beginsel de gevolgtrekking dragen dat de verdachte zich aanmerkelijk onoplettend en of onachtzaam heeft gedragen en dat het verkeersongeval aan de schuld van de verdachte, als bedoeld in artikel 6 van de Wegenverkeerswet, te wijten is. Dat kan, zo zegt de Hoge Raad, in concreto evenwel anders zijn indien omstandigheden zijn aangevoerd en aannemelijk zijn geworden. Bijvoorbeeld dat de verdachte ten tijde van het ongeval in verontschuldigbare onmacht verkeerde, waaruit volgt dat van schuld in voren bedoelde zin niet kan worden gesproken.
Dus de Hoge Raad zegt in feite, nou, het verkeersgedrag zelf op een verkeerde weghelft terechtkomen, dat kan al worden aangemerkt als schuld in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet. Maar dat kan natuurlijk niet zo zijn als de verdachte in verontschuldigbare onmacht verkeerde, bijvoorbeeld omdat zij een blackout had gehad. Nu heeft het Hof de verklaring van de verdachte dat zij een blackout had gehad redengevend geacht voor de bewezen verklaring. En dat, zo zegt de Hoge Raad, dat kan natuurlijk niet. Want een blackout, die heb je onopzettelijk. Dus dan kan het gedrag wat plaatsvindt als gevolg van die blackout je niet verweten worden. En de verklaring dat je die blackout gehad hebt, kan dan niet dienen voor het bewijs dat er sprake is van schuld in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet. Daar had het Hof dus anders mee moeten omgaan. En het Hof had daarover bijvoorbeeld moeten overwegen dat niet vastgesteld kan worden dat er sprake is van die blackout, of dat er sprake is geweest van een blackout dat onvoldoende onderbouwd is. Dan wel die verklaring in het geheel moeten weglaten en op andere wijze daar iets over hebben moeten overwegen. Maar belangrijk punt dus als het gaat over verkeersongevallen, de vaststelling van de feitelijke toedracht van het ongeval is van enorm belang, omdat nou juist de concrete gedragingen van de verdachte bepalend zijn voor de beoordeling van de vraag of er sprake kan zijn van aanmerkelijke onvoorzichtigheid of onoplettendheid in de zin van artikel 6 en dus van schuld in de zin van die bepaling. En in heel veel gevallen blijkt dat die feitelijke vaststellingen, dat daar nog wel wat aan te tornen valt. En u moet de rechter, als u iemand bijstaat die wordt verdacht van overtreding van deze bepaling, in die zin ook gewoon aan de hand meenemen. In ten eerste die feitelijke vaststelling, maar vervolgens ook in de overweging, leidt dit gedrag in deze concrete omstandigheden, kan dat dan ook tot de vaststelling leiden dat er sprake is van schuld in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet. En daarbij moeten we, en dat is lastig in de praktijk, we volledig abstraheren van de gevolgen van het ongeval. Want hoe ernstig ook, bij deelnemen aan het verkeer kan een kleine fout al enorm grote gevolgen hebben. Zoals in dit geval dus misschien ook wel zo is geweest. Als we dus kijken naar de vraag of er sprake is van bewijs van schuld in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet 1994, dan gaat het dus niet om de ernst van het ongeval, maar nou juist om de concrete gedragingen van de verdachte, de aard en concrete ernst van de verkeersovertreding en de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan. En juist op dat punt valt goed verweer te voeren en zijn in strafzaken successen te behalen. Dank u wel voor uw aandacht.